praat met me, alsjeblieft. Ik moet weten wat er gebeurd is. Ja, dat begrijp ik. Alleen, wat schiet je daar op dit moment nou mee op? Behalve dan dat je je afreageert op de verkeerde mensen. Dat je gestrest bent. Dat je slecht slaapt. Ik was een beetje te fel tegen Amy, hè? Nee, sorry. Dat begrijp ze wel. Wat zei je therapeut? Dat ik me moet ontspannen. Nou, klinkt verstandig. Ja, alsof dat lukt. Maar probeer je het ook? Ik kan me pas ontspannen als dit allemaal achter de rug is. Ja. En waarom draai je het niet om? De eerste ontspannen. Dan is het allemaal veel sneller voorbij. Hè? Dan slaap ik ook weer eens een beetje. Ja, ik hoor je wel spoken 's nachts. Het blijft maar door mijn hoofd malen. Waarom ben ik in die auto gestapt? En waarom lukte het niet om tijd te rekken? Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik alleen maar flitsen en... een uitgestrekt wit zandstrand. De zandkorrels tussen je tenen. Een glas champagne in je hand. Nee, dat zie ik niet. Jawel, je hebt het net gezien. Ik zeg echt niet dat je alles op kunt lossen met denken aan zand en zee. Maar alsjeblieft, probeer dat hoofd van je nou een beetje rustig. En hier zo zitten op de bank, hè, in stilte met al je gedachten. Dit is geen oplossing.